It's a Pokeball rug made by Studio Tabra. Like, subscribe to this video. Hallo, daar ben ik weer. Het is best wel een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt voor YouTube. Ik ben trouwens echt super verkouden. Dus misschien klink ik een beetje gek, een beetje vreemd, een beetje verkouden. Ik heb vooral veel shorts gemaakt de laatste tijd. En geen volledige, volwaardige YouTube video's. Maar ik had wel zin om een fatsoenlijke video te maken. Dus dat ga ik vandaag doen. Of tenminste, de komende week ga ik dat doen. Want ik ga niet alles vandaag kunnen doen. Ik heb een nieuw doek besteld. En een nieuw doek betekent deze pokebal. Het is nu ook donker aan het worden. Dus ik hoop dat ik een beetje fatsoenlijk beeld heb. Want ik doe nou mijn flits aan. En ik film het ook met mijn telefoon. Maar af en toe moet ik met de camera, maar die heb ik op dit moment niet. Dus we moeten even roeien met de riemen die we hebben. Dus ik ga nu het doek ophangen. En dan ga ik beamen. En dan kunnen we beginnen. Leuk dat jullie kijken, dankjewel. Ik vind het in ieder geval heel erg tof. En als het goed is, wordt het ook heel erg tof. Dus, let's get started. Nou, ik heb trouwens daar mijn deken liggen, want de tocht hier, verschrikkelijk. En zo hopelijk iets minder. Ik ga hem wel timelapsen, want anders duurt het te lang. Also, wil jij nou ook tapijten maken? Dan kun je mijn code TABRA10 gebruiken bij Dutch Tufting. Voor 10% korting op je volgende aankoop. Dus dat is heel erg leuk, dus ik ga proberen en zeker gaan doen. Al link them down below. Ook voel ik net zo'n influencer nou. Oké, dan ga ik even beginnen. Oh, the smell of new rugs. Volgende dag, zeg ik, want we zijn inmiddels een dag verder. De professor is mijn deken daar gehangen voor het licht, want anders zie ik dit niet. Maar, desalniettemin is het tijd om te gaan piemen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Oh, dit is zo spannend. Met het prachtige No Signal op de achtergrond. Na een aantal uur van voorbereidingen is het moment daar dat ik kan beginnen aan de Pokémon. Stukjes eraf scheren, want ik heb geen zin om te knippen. En I figured that out a while ago. And that is much more efficient. Work smarter, not harder. Dan gaan we nu verder met het rode gedeelte hier aan de bovenkant. Ik weet ook verder niet wat ik zo moet zeggen.
Ik ben aangekleed en dit is de fiets. Dit zijn mijn schoenen. Het zijn fans en I love them. Ik kan niet. Kijk. Shouldn't wear these inside. Oké, maar genoeg influencer gedrag. Ach, nog maar. We gaan verder met de pokeball. We gaan verder met de wit. En ik heb al vast voorbereid, dus ik heb al wit gespoeld. Gaan we verder. Okay, let's go. Kijk. Dus dan gaan we nu verder met waar je er eigenlijk voor komen. Ik ga mijn pokeball lijmen, dus daar komt ie. Het is altijd zo awkward als je dan klaar bent met je video, dat je dan daarna terug moet lopen naar de camera om te pakken. Maar voordat ik iets doe, ga ik eerst de vloer afdekken. Mede mogelijk gemaakt door de HEMA. Ik gebruik zo'n spatel. Ik weet niet hoe het heet, maar het is glad en makkelijk, dus het zal wel. Leuk, hij is leuk. Hij is ook te koop op mijn website. Het linkje hier beneden. En dan kun je hem shoppen. Ja, in de near future ga ik ook andere maken. Andere pokeballs. Dat zijn deze. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het wel leuk. Wat een ongemakkelijke afsluiter. Tot de volgende keer. Nou ga je de telefoon daar afpakken. Eigenlijk is dit het echte einde van de video. Thank you for watching this awesome video.